hey buddy, we'll help you get across the road. Look at the colors on his arm and his claws. Look at his claws. Heftig eerste weekend. Maandagochtend in de auto gestapt. Die had ik gehuurd om one way naar Chicago te rijden. 6 uur rijden. Daar mijn camper opgehaald. This is how I travel. Hup, it's open. There's my pro bike bag, sleeping bag, clothes. The bike is in the back. And this thing over here, I make my bed. Of it is still a bed. It can be a bench too, but I just use it as a bed. I'll show you my kitchen. Small fridge, small sink, a lot of food, some Cliff Bars, and a small stove. That's how I travel for 3 weeks in the US. Opgestaan, nog voor het ontbijt naar Bentonville gereden, waar de vader van Jeremy Dunn, Dan Dunn, Dan Dunn's waffles voor me maakt. Breakfast ready? It's ready. Dan's place of Jeremy, having waffles. Dan's famous waffles. Show you the view. So what are we going to do today, Jeremy? Tell me. Maybe some gravel, maybe some road, up to you. Today is the big day, the last big day before Unbound. So maybe we'll do 3, and then you'll drop me off here. Yeah, and then I do another 3. Do another 3. No stairs, no stairs. We'll have fun. Jeremy is mijn contactpersoon bij Specialized die mijn fietsen regelt. Die zei dat Bentonville tof was om te fietsen. Ik denk, nou ja, dan rijd ik wel even 2 uur om naar Bentonville om te fietsen. So, Jeremy, tell me, what did you find over here? Well, it's something that you see quite often these days around here. A little box turtle. Hey, buddy. We'll help you get across the road. Look at the colors on his arm and his claws. Look at his claws. Mooi bonita. Ziet er niet uit, dat fietsje. Hé, maar ik wilde dit even laten zien. Jongens, 3,5 uur in. Kijk hier, vending machine. Maar niet met snickers en zo. Nee, met tire sealant, met blocks, met jelletjes, met patronen. Vind je hier gewoon in Bentonville. Gaaf, hè? S'avonds alweer weggereden. Na 2 uur ben ik gaan tukken ergens. Volgende ochtend 4 uur getraind. Het zijn allemaal gieren. We zitten bij een karkas. Hier zitten meer gieren dan in de savanne. Hier, nou een slang zijn ze aan het opeten. Vet. Het restaurant heb ik even bestudeerd. Is niet veel. Dus ik ben voor de eerste keer eigenlijk echt goed het keukentje aan het gebruiken. Hier, koelkast vol goodies, kaas, vlees, pindakaasstaten, maplesirup, havermout. En hier nog rijst en pasta voor de dag voor de koers. Wat Cliff Bars, chippies. Lekker lunchen. Top toch? Doorgereden naar Hico, Texas, waar ik fashionably 1,5 uur te laat aankwam op het VIP-dinner van Gravel Locos. Hier dinner. Fabian met zijn toespraak. Fabian, de organisator van Gravel Locos, heeft voor mij even een airstreampje geboekt. Omdat hij mijn campertje te klein vond. Hij zag gisteren waarin ik rondreed op een filmpje. Kijk. Duimpje omhoog, Fabian. Kleine tour of de caravan die Fabian voor mij heeft gehoord. Kijk hier. Luxe stoof. Koelkasten, magnetrons zelfs. Tafeltje om te dineren. Koelkast, vriezer. Lekker bedje. Badkamer, douche. Helemaal vol met alleen maar toffe campertjes. Allemaal met de Texas tekens. Hier hebben ze een pre-rideje. Texas. You gotta love Texas. Wat een fantastische stadje is dit, joh. Met saloons. Oude reclames. De hele mikmak. Vet hoor. Het verkennetje is wel even lekker. Zit er ook gewoon in morgen. 12,5 kilometer in. En dit staat me te wachten morgen. What the fuck? Kijk dit dan. Nou, vrijdag VIP rijd gehad, losrijden. Tukkie gedaan, 's middags voor het eerst. En ik was echt back af na die week. Goed gegeten, fiets klaargemaakt, eten klaargemaakt. Nou ja, en op tijd naar bed om de volgende dag om 8 uur te starten in Gravel Locos. Koers van 7 uur. Eerst anderhalf uur was vrij geneutraliseerd. Toen begon Stettin aan de boom te schudden. Uiteindelijk bleven we met 5 man over, denk ik. Toch wel een paar goede renners. Na 180 kilometer hadden we afgesproken, we gaan niet met z'n allen stoppen. En dan gaan we koersen tot aan de finish.